lokaal 12. En nou ja, het is mijn eerste expositie hier. Ja, ik heb nooit geweten dat jij zo kunstzinnig bent. Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, laat ik dat maar zeggen. Vertel je verhaal eens, want waar begint dit? Dit is een jaar geleden begonnen. Ik heb natuurlijk wel wat teken- en schilderachtergrond, kunstacademie ooit gedaan. En een jaar geleden is dit begonnen, omdat ik vond dat ik niet voldoende mijn creativiteit uitte, zeg maar. En ik voel me gewoon goed als ik creatief bezig ben. En toen dacht ik, ik pak gewoon weer portretten op, want daar hou ik heel erg van. En ik hou heel erg van mixed media, dus verschillende technieken gebruiken. En nou, dat heb ik hier toegepast. Dus ik heb portretten gemaakt. Mixed media zijn allemaal bloemen, insecten. Nou ja, en ik zit dus avonden te knippen. En dat is heel... ik vind het heerlijk. Met een klein schaartje, knippen, knippen, knippen. En vervolgens maak ik er weer een nieuwe collage van. En... het heet Blooming Minds. En ja, het is een beetje bloeiende koppen. De creativiteit spat van jou af. Ja, vind ik ook lekker. Zullen we eens bij een schilderij gaan kijken? Even kijken hoor. Nou ja, dit is allemaal geknipt. Ik koop dus allerlei tijdschriften, boeken op bij kringloopwinkels. En dus met bloemen, insecten, noem maar op. Vogels, volière vogels en kooivogels. Nou, dat knip ik allemaal uit. Avonden ben ik aan het knippen. En dan stel ik het weer als een nieuwe collage in elkaar. En dat plak ik hier dan op. Maar ik begin eerst met het portret. Het portret is het belangrijkste. En dan zoek ik eigenlijk bij het portret de bloemen. En ik weet ook niet hoe ik tot die keuze dan kom. Dat is dan. Ik vind het super creatief. Ja. En ik heb ook niet de behoefte om de gezichten volledig uit te werken. Het hoeft voor mij geen... mag wel een beetje fantasierijk zijn of surrealistisch. Hoe je het ook noemen wil. Het is wel heel bijzonder, vind ik hoor. Dankjewel. Heel bijzonder. Ja. En zoals die ogen, dat zijn echt, denk ik, de ogen van jou zelf. Ja, ik vind het heel mooi hoor. Ja. Prachtig. En die achteraan hangt vind ik ook heel mooi. Oké. Mooi, hè? Mooi, hè? Ja. Imagine, hartstikke mooi hoor. Nou, dankjewel. Ja, ik vind wel... dat zeg ik de hele tijd al. Ik vind het wel lachen. Ja, maar dit is jouw eerste expositie. Ja, dat is mijn eerste expositie. Ja. Maar als ik zie wat jij nou binnen een jaar gemaakt hebt... Ja, ik heb echt heel veel geschilderd. Ik had daar echt heel erg veel behoefte aan. Ik zou zeggen, geniet ze. En er komt vast nog meer van jou, ja. Ik hoop het, dankjewel. Ik wens je een heel creatief jaar toe. Dankjewel.